Hoi, ik ben 2 weken lang ziek geweest en dat is ook de reden waarom ik 2 weken lang geen video's heb opgenomen. Ik was echt heel erg ziek, ik heb een ingreep gehad en nou ja, dat staat allemaal uitgelegd op mijn site. Maar goed, toen kon ik dus 2 weken lang niet aan mijn site werken. Dat miste ik heel erg, maar wat ik ook heel erg miste was shoppen. Dus ik heb de afgelopen tijd flink ingehaald. Afgelopen weken heb ik ook een aantal leuke dingen gekocht en daarvan wilde ik eigenlijk een shoplog doen. Het is niet alles, gewoon een paar dingen die ik het meest recent heb gekocht, anders wordt de shoplog echt veel te groot. Vorige week ben ik naar Amsterdam geweest, naar een Mac-presentatie en ik ben naar Inglot geweest en daarvan staat ook een leuk verslag op mijn site. Ik ga niet laten zien wat ik bij Inglot heb gekocht, want deze week komt er al een review over dat paletten en ik kon het nog een beetje geheim houden, niet echt, maar het leek me gewoon een beetje overbodig. Ik heb bij een heel leuk Turks winkeltje, was het volgens mij, 2 zilveren sieraden gekocht. Ik hou erg van grote ringen en ze zijn eigenlijk altijd nep en van de H&M. Maar deze is van echt zilver en deze is ook groot. Hij is vrij strak, waar ik normaal eigenlijk niet zo van hou. Maar omdat ik voor de rest van mijn sieraden niet echt strak is en ik zelf ook wel niet een heel erg... ja, strak persoon ben, of hoe leg ik het uit? Gewoon mijn kleding en de make-up en hoe mijn haar zit. Gewoon wel, ja, ik denk dat het dat wel mooi compenseert. Dus heb ik deze ring gekocht en hij is dus van echt zilver. Was 22 euro. En ook heb ik deze mooie citrien, heet het volgens mij, ik weet het niet zeker, steen gekocht. Deze hanger, dit kettingje zat er niet bij. En deze steen heb ik even opgezocht. Die geeft zelfvertrouwen en... nou, in ieder geval een hele goede steen. Ik vond hem ook wel heel mooi. En die was 7,95 euro. Nou, dat was in Amsterdam. Ik ben dit weekend naar Friesland geweest. En voor een open dag van een fysiopleiding die ik ga doen. Superleuk, kon nog uitleggen van op mijn site. Daar ben ik samen met Ellie geweest van prettyhappy.nl. En daarna had ze nog kaart voor de beautybeurs in Hardenberg. Dus daar heb ik ook nog wat geshopt. Best wel bescheiden. Het was heel veel nail art, heel veel nagellak producten. En nou ja, ik ben niet zo'n heel erg nagellak fanaat. Want ik gebruik het wel, maar ik heb al heel veel. En nou, nagellak gaat bij mij binnen een dag van mijn nagels af, omdat ik hele stappen nagels heb. Wat ik wel heel leuk vond, was deze holographic topcoat van Northern Light. En nou, die moet je schudden. En dat, dan kan je zeg maar over elke nagelkleur deze topcoat doen. En dan wordt die holografisch. Nou, even kijken. Je ziet het niet echt. Maar in ieder geval heel tof. 10 euro was deze. Toen heb ik van Golden Rose 4 holografische nagellakjes gekocht. Een zilveren. Een zwarte. Een roze en een paarse. Ook heel mooi, die waren ook niet zo duur, ik geloof 2,50 per stuk. Heb ik ook nog een hele mooie glitterende eyeliner gekocht. Die vond ik echt heel erg mooi, ik ben echt gek op glitter. En die was ook niet zo heel duur, dus het is deze blauwe. En hij is super gepigmenteerd, dus als ik in een streepje zet, dan komt er al heel veel glitter van af. Dus die vond ik wel echt heel erg mooi. Dan was er een stand van iSparkle. En iSparkle is een webshop. En daar heb ik met de eigenaresse en haar man gesproken. Nou, dat is heel erg leuk. En daar heb ik ook een aantal producten gekocht. Ik heb deze 2 glitters gekocht van Splash. Dit is een blauwe in Ocean Spray. En dit is een rode in Malibu Beach. Red Gold. Vond ik heel erg mooi. Ik ben echt dol op glitters. En ik had nog geen blauw of rood. Dus ja, die vond ik wel leuk uitzien. Ik heb van datzelfde merk nog een eyeliner gekocht. En dat is een zilveren. En ik kreeg er toen nog deze Swap Plus bij. En dit zijn, ik zeg maar, een soort wattenstaafjes voor het verwijderen van mascara. En die knak je dan open. En dan kan je dan je mascara mee verwijderen. Dus ben ik wel benieuwd wat voor effect dat gaat geven. Nou ja, dat waren de aankopers van de beurs. Toen ben ik gisteren nog even naar de stad geweest. Eergisteren. En heb ik de Karl Lagerfeld Coca-Cola flesjes gekocht. Daar liep ik tegenaan in de Bijkorf. En toen vond ik ze ja, eigenlijk wel heel erg leuk. Maar 1,95 per stuk. Dus die wil ik ergens leuk in mijn kamer neerzetten. Ik weet nog niet precies hoe. Maar die vond ik wel super leuk. Ze zijn limited edition. En ze zijn snel op. Dus als je tegenaan loopt, snel meenemen. Ook heb ik...
schoenen gekocht. Hele aparte schoenen in de sale van Dolces. Dit zijn ze. En het zijn pumps. En dit is zeg maar zacht nep suede. En de hak is heel, heel apart. Maar hij is vrij apart. Het is een soort driehoek. En hij is heel erg dik. Dus het is net geen sleehak. Als dit dicht zou zijn, zou het een sleehak zijn. En ik vond ze wel heel grappig. En ze waren maar 10 euro. Dus ik dacht, nou, misschien draag ik ze maar één keer. Maar ik vond die hak gewoon heel leuk. Ik weet niet. Ik vond het wel gewoon een apart schoentje. Dat ik dacht, oké, die neem ik mee. Dus die had ik een fiets meegenomen. Toen kwam ik thuis en toen lag er een pakketje met de nieuwe Bodyshop Honey Bronze collectie. En die heb ik al voorbij zien komen op andere sites. Dus ik ga hem snel reviewen. Morgen zal er waarschijnlijk al een review van online staan. Ik heb als eerst deze Shimmering Dry Oil. En dit is een hele mooie olie met glitters. Deze heb ik binnengekregen. Heb ik dus niet zelf gekocht. En ik heb deze bronzer. En die vind ik wel echt super mooi. De verpakking ook. I love it. En er zit een leuk patroontje op. En ja, zo'n mooie bronzer. En een lipgloss. Een lip nectar in Honey Bash. Dus daar komt nog een review van. Ik zit even om me heen te kijken. Ja, dit was mijn shoplog. Ik wilde hem eigenlijk gisteren al doen. Maar ik had een migraineaanval. Superleuk. Dat heb ik wel regelmatig de laatste tijd. Dus dat is heel vervelend. Dus toen lag ik de hele dag, de halve dag zo'n beetje met de ramen dicht in bed. Ik hoop dat jullie shoplog alsnog leuk vonden. Enough said. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!